Oké, nu is het even een beetje losjes geopend. Dan ga even naar de harde zaken toe. PSV, deze week tegen Emmen. Hoe heb je ernaar gekeken? Wat vond je ervan? Nou, dat was teleurstellend. Maar ja, dat snapt iedereen. Als je een verlies van Emmen. Wat gaat hier allemaal mis op dit moment in Eindhoven? Zeggen. Als lid van de Raad van Commissarissen mag je er wel iets over zeggen, toch? Ja, nee, dat mag je sowieso niet. Maar het is ook niet mijn expertise om van wedstrijd naar wedstrijd te leven als commissaris. Dus dat is. Nee, maar sportief gaat het niet bepaald succesvol op dit moment. Nee, dat is niet zo. Zijn jullie al rustig? Nee. Gaan jullie al ingrijpen? Gaan de mensen uit binnenkort? Uit. Ja. Ik ben al lang blij dat Ernest Stewart net weer aan boord is. Dat we directie op volle sterkte hebben. Dus dat lijkt me gewoon vooruitbouwen dan. Paniek kennen jullie op dit moment niet hier? Nee, Eendracht maakt macht, hè, zeggen we hier. Ja. Maar de ambitie lag wel iets hoger dan wat er nu gebeurt op dit moment. De ambitie heb je altijd. En wij als RVC kijken dan of je de voorwaarden hebt om waarom je die kunt bereiken. Maar het is vooral aan de directie en de staf om daar invulling aan te geven. Ja. Hoe vind je dat Marcel Brandsen doet? Ja, ik ben er tevreden over. En ik vind ook dat hij vooral hierover moet praten en niet ik. Dus ik zou zeggen, wacht nog een weekje. Maar dat hadden we graag gewild. Marcel Brands zou ook komen. Die heeft gisteren afgebeld. Ja, dat weet ik niet. Maar volgende week geloof ik dat ze in de media dingen... Ja, maar het verbaast me een beetje. Ik dacht ook, misschien heeft het te maken met het feit dat mijn gewaardeerde collega Johan Derksen nogal kritisch over hem was op tv. Zou dat een rol kunnen spelen op zo'n moment dat hij afbelt? Denk het niet. Nee? Nee. Wat zou dan de reden kunnen zijn, denk je? Want hij zei dat hij het heel druk had vanmiddag. Ik kan niet over speculeren. Heel druk had hij het vanmiddag. Ja, moesten spelers gekocht worden en zo. Welke spelers zijn dat? Dat weet ik niet. Nee? Nee. Zo dicht zit je er niet op als je lid van de Raad van de Commissarissen bent. Nee, ze zeggen wel eens op tribune ook... kun je niet even appen dat ze moeten wisselen. Maar zo werkt het als commissaris niet. Wat is de rol van een commissaris precies dan? Nou, je houdt toezicht en je spart met de directie. En op gebieden waar je meer kunt toevoegen... deel je die expertise ook. Ja. Maar het is niet dat je mee bestuurt of dat je... zo zit het statutair ook niet. Of dat je elke dag hier bent en beslissingen meeneemt of checkt. Oké, je zit behoorlijk op afstand. Ja. En wat voor expertise kan jij dan bijvoorbeeld aan Marcel Brands overdragen? Nou, Marcel niet specifiek, maar bijvoorbeeld stel je voor... er is iets met de overheid. Nou, daar weet ik iets van. Daar heb ik wel eens rondgelopen. Ja. Maar ook wat wij nu met ons bedrijf doen met gedragsbeïnvloeding... en hoe je dingen communiceert. Ja, daar kun je dan niet met Marcel specifiek... maar ook met de teams die daar bij PSV werken. Kun je expertise delen en kun je sparren. Hoe zou jij het aanpakken en dat soort zaken. Ja, is het logisch om iemand die altijd technisch directeur is geweest... opeens algemeen directeur te maken? Ja hoor, het is ook logisch om iemand te hebben die algemeen directeur was. Kan allemaal. Ik vind dit soort dingen... Nee, de specifieke kennis die hij heeft opgebouwd op het technische vlak... is voldoende om een hele organisatie te kunnen runnen. Maar je gaat toch niet alleen iemand aanstellen omdat hij één baan heeft gehad. Dus je kijkt naar het hele plaatje, doe je met z'n allen. Ja. Maar ja, je kunt er overal iets van maken, zou ik zeggen. Is dat zo? Ja. Jij vindt het een onlogische vraag als ik zeg dat iemand altijd gespecialiseerd in iets is... en dat leiding geven aan een heleboel mensen, kijken wat er allemaal nog meer bij komt, economisch. Nou ja, ik denk dat als iemand goed is op de radio, dat je dan er ook niet zegt... je bent zo goed op de radio, je mag niet op televisie. Dat lijkt me ook niet zo. Dat ligt dichter bij elkaar. Want als je op de radio redelijk goed bent, je ziet er een beetje uit... je kan een beetje uit je nek lullen, dan is de stap naar tv... discussie niet dan is de stap naar tv iets minder groot. Nou ja, dan dat als je heel lang in een... Kijk, het is ook raar om te zeggen... want dan moet je het ook beginnen. Stel je voor, je hebt een bestuur. Daar heb je ook verschillende functies in. Mm-hmm. Nou, dat is heel vaak dat je eerst werk doet, dan goed bent. Dan word je lid van een bestuur en dan word je voorzitter. Nou, de directie heb je ook verschillende functies. Daar kun je ook in doorgroeien. Op het moment dat je één directiefunctie vervult... krijg je ook wat meer mee van de rest. Dus ik vind het... Ja, ik zou het in de politiek anders ook niet weten. Wie moet er dan premier worden? Iemand die het al geweest is. Hmm. Dat is ook raar. Ja, maar toch, ja. Dat doen we op zich in dit land al wel 12 jaar trouwens. Alleen wie premier laten worden die het al geweest is. Maar, ja, dat is wel een probleem. Wie wordt zijn opvolger? Ik weet het niet. Loopt er iemand rond waarvan jij zegt die zou het kunnen? Ja, maar die zou ik niet aan willen doen door namen te noemen. Maar je bent er nu toch? Nou ja, laat ik zeggen, de één iemand die Mark Rutte kan opvolgen is Mark Rutte. En andere mensen, ja, weet je, het is ook een beetje... je moet een bepaalde plek krijgen of positie krijgen... en dan zie je ook of iemand in staat is die schoenen te vullen. En dat is ook... je kunt van tevoren heel moeilijk zeggen of iemand het echt kan. Je kunt denken, die heeft potentie. Ja, en dan moet je die schoenen vullen, die positie waarmaken als je hem krijgt. Ja, denk je bij de volgende verkiezingen dat de VVD nog de grootste is? Weet ik niet. Het zou wel kunnen, als je de peilingen volgt. Maar goed...
Dat is ook... Het is dan de grootste, kleinste partij, zoals Mark Rutte altijd zegt dan. Want echt, ja, dat zijn we al een tijd. En de tweede keer was een iets minder kleine grootste partij. Maar ik vind die versplintering eigenlijk zorgwekkender dan of de VVD nu per se de grootste is of niet. Ja, maar in 2019 schreef jij nog een rapport eigenlijk met het idee, nu zijn we groot, laten we kijken naar de toekomst als het misschien iets minder goed gaat. Ja. Hebben ze nou wat met dat rapport gedaan eigenlijk? Jawel. Ja? Ja. Zie je daar wat van terug? Ja. Wat zie je ervan terug bijvoorbeeld? Nou ja, je ziet het in discussies in de partij. Zie je het vaak terugkomen. Ja. Alleen ja, het plan om er heel snel heel veel mee te doen, dat werd door corona even bemoeilijkt. Ja. Dus volgens mij wordt het weer goed opgepakt. De beste ideeën die worden pas straks geïmplementeerd. Van jou. Ja, ze mogen ze nog steeds hebben. Ja, was je erbij van de week trouwens, bij het feest in de Lamar? Nee, ik moest werken. Je moest werken? Ja. 75 jaar VVD. Ja, ja, maar klanten gaan voor. Oké, dus zo diep zit de liefde. Voor mijn gezin zit hij dieper dan voor het werk. Maar voor de werk gaat nu voor. Oh. De politiek. Oké. Okay. Maar je hebt er nog wel iets mee? Of laat je het zo lopen met Atje Kuiken? Of heeft het nog wel je interesse? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Gaan we eens kijken hoe dat erin zit dan.